ING presenteerde beter dan verwachte cijfers. En het goede nieuws voor beleggers is dat die cijfers gedreven werden door alle divisies van de bank. Niet alleen was de rentemarge beter dan we van tevoren verwacht hadden, ook het aantal leningen dat verstrekt werd groeide met 11% en dat was boven de verwachting van analisten. Daarnaast zagen we de reserveringen voor slechte leningen dalen en sterker dalen dan van tevoren ingeschat was. Tegelijkertijd werden er onderdelen van de bank verkocht, onder andere hun belang in Visa. En dat bracht meer op dan beleggers van tevoren hadden ingeschat. Al met al zien we dat de cijfers een stuk hoger uitkomen dan van tevoren werd ingeschat. En heeft ING ook haar interim dividend van 24 cent herbevestigd. Daarmee is de bank op weg om ook dit jaar een goed dividend uit te betalen. We schatten dat in op 67 cent en daarmee zou het dividendrendement van ING uitkomen op 7,1. Concluderend kunnen we zeggen dat ING eigenlijk een van de beste jongetjes van het Europese bankenklasje is en bewijst dat met deze kwartaalcijfers opnieuw.